De koers die straks van start gaat is een eerbetoon aan Rudy Matthijs. Rudy was 8 jaar profielrenner van 1981 tot 1988. En wat voorheen? Hij won 4 etappes in de Ronde van Frankrijk, waaronder de laatste rit met aankomst op de Champs-Élysées in 1985. Rudy stond het grootste deel van zijn profcarrière op de loonlijst van de wielerploeg Hitachi. Toen een zeer bekende wielerploeg. Renners als Claude Criquelion en Jean-Marie Wampers waren zijn ploegmaats. In 1983 won Rudy 1 rit in de Ronde van Frankrijk. De rit met aankomst in Roubaix. In 1984 werd Rudy de 5e in de Ronde van Vlaanderen en 10e in Parijs-Roubaix. 1985 was het gloriejaar voor Rudy. Dat jaar won hij 3 etappes in de Tour. Na de proloog die gewonnen werd door Bernard Hinault, was Rudy de snelste in 2 opeenvolgende etappes met aankomst in Lannestee en Vitré. Hij won ook de legendarische laatste rit op de Champs-Élysées. Ik zie die sprint nog voor mij. Iedereen weet nog waar hij was toen op 9-11 de torens in New York naar beneden kwamen. Maar vele mannen hem daar weten nog waar ze waren toen Rudy Matthijs in 1985 op de Champs-Élysées won. Maar zo'n palmarès heeft Rudy Maldegem mee op de kaart gezet. Als er in Maldegem een Walk of Fame komt, dan krijgt Rudy er een welverdiende ster. Proficiat, schepen van Sportgewijn Lonneville, wil je dan ook graag een passend geschenk overhandigen. Proficiat, Rudy.